Dit is een van de grondleggers van de rijke kunststofgeschiedenis in West-Overijssel. Jelte Cornelis. Ruim 80 jaar geleden richt hij in Steenwijk de Kunststars productenindustrie op. Moet je voorstellen dat de KLM-servies wat je zag in die jaren werd gemaakt en kwam hier uit Steenwijk. Naderhand zijn ze spuitgieterij begonnen. Dat wil zeggen dat ze flessen en doppen en dat soort zaken maakten. Bij Cornelis werken momenteel ruim 50 man. Een nog veel grotere kunststofproducent in Steenwijk is Dijka. Daar werken enkele honderden mensen. En na Dijka zijn uit dat bedrijf heel veel mensen weer ook begonnen met kunststofachtige activiteiten. Nou, samen met de bouwondernemingen vormen de kunststofindustrieën gezamenlijk de grootste werkgever hier in Steenwijk. Maar ook buiten Steenwijk is de kunststofindustrie goed vertegenwoordigd. Met bedrijven als Wavin en DSM. Inmiddels worden sinds een paar jaar de krachten gebundeld op het Polymer Science Park in Zwolle. Een samenwerking tussen bedrijven, de overheid en het onderwijs. Hier bepalen we de eigenschappen van de kunststofinnovaties die wij doen. En daar is ook iemand bezig. Je ziet dat kunststof op dit ogenblik een heleboel dingen vervangt. Als je kijkt in Giethoorn, waar nu net de beschoeiing is veranderd, dat is gebeurd met kunststof. Je hebt kunststof doodskisten die dus afbreekbaar zijn en dus goed voor het milieu. De activiteiten op het Polymer Science Park zijn daarom erg belangrijk. Want zonder innovatie is er weinig toekomst voor de kunststofindustrie in de regio Zwolle. Er is wel een probleem. Ja, nou, ik weet niet of je goed kijkt, maar je ziet natuurlijk wel dat het allemaal wat hokkerig is. Het is wat zelfmeet. Maak er nou zo'n mooie beestenboel van. Die uitstraling is wat kunstzinnig, rommelig, een allegaartje. Perfect als broedplek voor innovatie, maar minder geschikt als ontvangstplek voor internationale bedrijven. Kijk, je moet dat creatieve zeker hebben. Wat het ook moet hebben is, en dat merken we steeds meer met leden, dan komen ze hier voor het eerst bij ons binnen. Ze hebben enorme mooie vragen voor ons qua innovatie. Wij kunnen hun daarmee helpen, maar ze moeten dan wel even door dat gevoel heen van, is hier dan ook naast dat soort creatieve laagdrempeligheid ook nog hoogwaardigere kennis te halen. Tot nu toe trekken vooral bedrijven zelf de knip voor het Polymer Science Park. Kinket wil nu dat gemeente en provincie ook een duit in het zakje doen. Minimaal 4 miljoen euro. Ik heb het droombeeld dat als je op de A28 rijdt, dat je hier natuurlijk gewoon in het groot Polymer Science Park ziet staan, waar je niet omheen kunt. Iets waar we met z'n allen trots op zijn. Ja, en dat vraagt eigenlijk wel even wat meer dan alleen de knip van een bedrijf. De provincie is heel nadrukkelijk, vind ik, verantwoordelijk voor het Silicon Valley-idee in Zwolle voor de kunststof. En daar kost geld en daar moet het in besteed worden. En daarna zijn het de lokale overheden die moeten zorgen dat ze de vruchten daarvan plukken. En de gemeente Steenwijkerland roep ik dan ook op om daar flink met het nieuwe college aandacht aan te besteden. Het is de moeite waard. Er gebeuren hier fantastisch mooie dingen. En dat moet uiteindelijk eigenlijk goed samengepakt worden. En dat mag de hele wereld weten. Thank you.